Maar er is iets wat veel groter is en dat is de intrinsieke motivatie. Hoe ziet dat eruit? Dat ziet eruit als een groot verlangen en een grote inzet om dit aan te gaan. Dus ik wil een meer volwassener plek binnen mijn gezin. Voor mijn kinderen, voor mijn partner. Dat is mijn doel. En hoe groot is mijn inzet en verlangen om dat te gaan oefenen of dat te gaan realiseren? Het gaat nog niet eens om het eindresultaat, maar kan ik daar beschikbaar voor zijn om dat te oefenen? Dus die intrinsieke motivatie, hoe ziet dat er dan uit? Hier is dat een houtkachel. En als die brandt, dan zie je bij twee derde van de bovenste twee derde van het vuur zijn vlammen. Die vlammen zijn bewegelijk, die zijn groot, klein, die verschillen van kleur, die geven soms rook af. Dat is heel erg bewegelijk. Maar het onderste een derde stuk van het vuurspectakel, dat is steady. Dat is onbewegelijk. Dat zijn de rode kooltjes die daar liggen. En die rode kooltjes zijn fucking heet. Dus het bovenste stuk, de vlammen, is de extrinsieke waarde. En de intrinsieke waarde, dat zijn die kooltjes. Die zijn onbewegelijk, maar die zijn fucking heet. En dat is wat ik hier voel, hè? Dat is wat ik hier voel over het doen van de ladder. Over het halen van mijn doel. Het gaat om die motivatie. En het fijne daarvan is dat die vrij onbewegelijk is. Of ik nou veel geslapen heb of tekort. Of veel of tekort heb gegeten. Of ontspannen ben of gespannen ben. Die intrinsieke motivatie van die eruit ziet als dat, die kolen van het vuur. Die is onbewegelijk. Dan is het een soort automatische verbinding met dat stuk